Ik heb absoluut een eetstoornis gehad. Mijn dagen zagen er heel streng uit. Ik hield schema's bij met wat ik at. Zo gezond mogelijk, zo groen mogelijk. Mijn kwetsbaarheid dat heeft te maken met het feit dat ik me af kan sluiten voor de buitenwereld. En dat super gefocust zijn, dat je niks meer hoort, dat heeft denk ik wel te maken met mijn autistische stoornis. Bij mij begon het met stotteren. Dat ik niet meer goed antwoord kon geven op vragen. Een soort drukkend gevoel in mijn kop. Het was gewoon echt totaal overprikkeld. Alles leek uitzichtloos gewoon. En eigenlijk alles leek onoplosbaar. Zoals ik het ervaren heb, dan denk je van dit stopt nooit meer. Dit is gewoon het einde. Dit is nooit meer. Dit komt nooit meer goed. De depressie en de psychische problemen hebben mij op een bepaalde manier verrijkt. Maar ik zou nooit zeggen dat het waard was. Ik geloof er heel erg in, als je een eetstoornis overwint, om het maar zo te zeggen, dan kun je de hele wereld aan.